Hoe zit het met jouw vooroordelen over gevangenen? Geloof jij dat ex-gevangenen een tweede kans verdienen? Gevangenenzorg Nederland zet zich in voor herstel en dus voor die tweede kans. Waarom dat zo belangrijk is, gaan we hier vandaag ontdekken. Op een plek waar ik normaal gesproken nooit kom. De gevangenis. We staan hier voor de gevangenis. Een plek waar het voor jullie volgens mij allemaal begint. Absoluut. Kun je me uitleggen wat Gevangenenzorg Nederland allemaal doet? Ja, dagelijks komen we in de gevangenis in heel Nederland. Met 650 vrijwilligers staan we ook dagelijks klaar voor gevangenen. Zo. Voor TBS-patiënten. Ja. Maar ook niet te vergeten voor de familieleden thuis. Ja. Maar kortom, of je nou in detentie zit of thuis zit. Het is superbelangrijk dat je iemand hebt waar je gewoon je verhaal kunt vertellen. Zonder dat er geoordeeld wordt. En dan is het zo belangrijk dat je een vrijwilliger hebt die rustig naar je luistert. En dat is het belangrijkste wat we kunnen bieden, denk ik. Zeeën van tijd. Hey, en wat drijft jullie nou om dit prachtige werk te doen? Ja, bij ons staat heel centraal het woord barmhartige gerechtigheid. We werken vanuit een christelijke levensovertuiging, een bijbelse visie. Ja. En er moet gestraft worden. Criminaliteit, daar word je niet gelukkig van. Dat maakt alleen maar slachtoffers. Dat geeft ook geen vrede op de lange duur. Nee. Dus er moet gestraft worden op misdrijven die gepleegd zijn. Ja. Tegelijkertijd, en dat is de prachtige, mooie, rijke kant van het bijbelse begrip gerechtigheid. Dat is ook de helpende hand uitsteken. De beker koud water, niet oordelen. De rechter is er voor de zaak, wij zijn er voor de ziel. Ja, en zo probeer je de mens de hand te geven en te laten zien van er zijn altijd nog mensen die jou verder willen helpen, een tweede kans willen geven en ook naar buiten willen helpen naar een nieuwe toekomst en voorgoed af te rekenen met criminaliteit. Dat is het mooiste als dat gebeurt. En jij hebt echt in de gevangenis gezeten. Ja. En ook hier. Klopt. Kun je iets vertellen over... Nou ja, ik heb hier vastgezeten. Mm-hmm. Bijna 3,5 jaar. Ja. Voor mij was het echt een moeilijke tijd. Ik was net mijn vriendin verloren. Ze is overleden. Mm. Ik kwam in die isoleercel terecht. En ik begon mezelf eenzaam te voelen. Maar ook heel erg zonder hoop. Heb je geen uitzicht meer? Ik had geen uitzicht meer, geen hoop meer. En toen ben ik naar zo'n reguliere cel gekomen. En ja, wat had ik toen? Het enige wat ik had was natuurlijk een bed. Ik had een kast. Ik had een toilet. Ik had nog geen tv. Want ik moest eerst gaan werken. En het belangrijkste voor mij was, ik had pen en papier. En dan kon ik mijn hele leven opschrijven. En dat was best wel confronterend met mezelf. Maar het mooie is dat ik ook heb geleerd om brieven te schrijven aan mensen die ik pijn had gedaan. Mm. En ik moest om vergeving vragen. Hey, hoe belangrijk was bezoek eigenlijk voor jou in de tijd? Bezoek was belangrijk voor mij, omdat ik familieleden nodig had om te komen bezoeken. Gedetineerden kijken toch wel anders naar me. In plaats van familieleden, die zien toch wel de Wilfred. Die kwetsbaar is, die lief is, maar ook wel heel erg ondeugend kon zijn. En jouw groeiproces konden ze waarschijnlijk ook zien. Ja, mijn groeiproces, mijn ontwikkelingsproces. Dus ik vond het heel belangrijk. Hey, en nu ben je zelf aan de slag als vrijwilliger voor Gevangenenzorg Nederland. Hoe is dat? Geweldig, echt waar. In één woord, liefdevol. Ja. Omdat ik weet wat het is om gevangen te zijn, maar ik weet ook wat het is om vrij te zijn. Ja. Ik heb gehoord dat jij je ook echt inzet om je verhaal richting jongeren anderen te vertellen. Ja, dat klopt. Ik vertel graag mijn levensverhaal. Wat wil je dan meegeven aan de jongeren die nu kijken? Dat ze nooit hier terecht moeten komen. Ja, dat is les 1. Dat is les 1, is de belangrijkste les. Ik meen het serieus, ja, hè? Ja, ja, ja. Want ik weet wat het is om hier te zijn. Dus ik weet ook waar het vandaan komt. Hoe dun dat lijntje kan zijn ook. Heel dun. Ik zei het al eerder, maar jullie doen ontzettend mooi, belangrijk werk. Ja, dank je. Wat kan de kijker nou doen om ook bij te dragen aan jullie missie? Ja, ik heb daar een ABC'tje voor. Oh. Dat is actie, bidden en collecteren. Actie, vooral daar waar nood is, waar ellende is, waar mensen vastgelopen zijn. Bidden is ook enorm belangrijk, gewoon bidden voor gevangenen. Ja. En C is de C van collecteren. Ja. Er hoort eigenlijk alles bij om geld te werven, om ons werk mogelijk te maken. Meer dan 50% van ons budget per jaar is afkomstig uit kerken, bedrijven en particulieren. En help ons om nog meer gevangenen nog beter te kunnen helpen. Wat een interessante verhalen. Ik ben enorm onder de indruk van vandaag. En ik hoop dat het jou ook aan het denken heeft gezet. En het mooie is dus dat jij ook kunt helpen. Start een actie met je vrienden, familie, je buren. Om je in te zetten voor de gevangenen, ex-gevangenen en hun familie.